Miljonair worden we nooit. Ik leef wel als miljonair, maar ik ben het niet. Nee, maar het is gewoon zo. Ja. Het is niet anders. Het is zoals het is. Ja. Het is allemaal poppenkast. Die hele voetballerij is één grote poppenkast. Geen lijnkeeper was. Maar toen liep ik eigenlijk gewoon door. Maar toen liep ik door. Toen hoorde ik een bureaustoel tegen die, tegen die muur aan het klapperen. Toen kwam die achter me aan. Hier komen jij! Ik zei, rustig gek, je roept geen hond. Ze ben je niet goed of zo. Maar ja, toen ging hij helemaal zijn panty doen. Ja, ik heb zoveel. Omdat je geen goede morgen zei. Ik heb zoveel met hem meegemaakt. In 1,5 jaar, wat was die man? Ik gun hem het allerbeste. Want weet je, nu is het gedaan. Je wordt allemaal ouder, je kinderen. Tuurlijk. Dus weet je, laat iedereen lekker zijn ding doen. Totaal geen haatdragende. Het is jammer, weet je, als ik weer moet gaan werken, ga ik weer werken. Ja. Kinderen moeten het toch vergeten, kan mij het schelen. Ja, tuurlijk. Het is niet anders. Leven is zoals het is. Ja. Ik heb 10 jaar mogen voetballen, ik had ook 10 jaar in de bouwerij kunnen werken. Ja, dat is toch zo? Het is niet anders. Ja. Het leven gaat weer verder. Ja. En wat hij doet, weet je, maar kijk, alleen denk bij mij, weet je bent zo enthousiast, want dat was hij wel. Hij zat van 7 tot 6 op de club, hij was wel liefhebber, weet je. Alleen hij was gewoon gek in zijn hoofd ook. Ja. Net als ik. Ja. Wij waren ook niet goed, wij waren ook een verschrikkelijk team voor hem. Weet je, omdat we allemaal jongens hadden met een grote bek en die wat terugzeiden. En als het even, die allemaal dachten van wij zijn Messi en doen en dit en dat, terwijl het natuurlijk bij lange na niet was. Ja, dat is gewoon zo. Maar ja, allemaal jongens met een egootje van de straat en met een grote bek. Dus het was voor hem ook hartstikke moeilijk om daar een bepaalde weg in te vinden. Ja. Om het toch bij elkaar te houden. Weet je, maar op een gegeven moment liep het zo uit de hand en werd van kwaad tot erger. We gingen in Turkije, dat was zo mooi. We gingen trainingskamp in Turkije. Maar hij heeft natuurlijk ook 2 dagen in Engeland voetbald, die Altveld. Ja, bij Everton ook. Ja. Maar wij zeiden, op een gegeven moment gaan we trainen. Maar we komen, we waren net geland en toen moesten we 's middags trainen. Dus haast. Maar ik deed nooit scheendekkers om te trainen, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En toen die dag ook niet, weet je. En ik zei altijd dat ik ze vergeten was. Dan schopt hij met zijn voetbalschoen 2 keer tegen mijn scheenbeenhand voluit. Hij zegt, jij hebt geen scheendekkers aan. Ik zei, nee, klopt, ben ik vergeten in de haast en dit en dat. Hij zegt, 100 euro boete. Ik zeg, 100 euro? Voor een stel scheendekkers? Ik zeg, vind je dat niet een beetje overdreven? Hij zegt, niks mee te maken, heel kwaad. Hij zegt, 100 euro. Maar dat ik grote bek. Ik zeg, nou, weet je wat je doet? Maak maar 200 van. Maar met dat ik het zei, had ik er al spijt van. Ik zei, ja, dan moet je het ook niet zeggen, dan moet je het betalen ook. Ja, en die gasten vonden het allemaal zo kut, weet je, en doen. Dus iedereen ging lappen. Oh, we hadden die 200 in een potje gemaakt. Ja, onder elkaar. Dat was wel mooi. Maar dat was voor hem natuurlijk finest. Ja, klote, ja. Snap je? Heerlijk. Dus toen kwam hij bij de eettafel en toen hadden we dat potje met geld. En je weet toch, als een trainer praat, dan is iedereen stil. Ja. En zeker bij hem, want iedereen rilde voor hem. Dus kwam hij bij, dat potje. Hij zegt, maar ja, weet je wat je doet? Hij zegt, doe voor die technische staf, voor mij en de technische staf, maar een lekker flesje rood wijn. Ik zeg, oh nee. Ik zeg, ik gun jou nog geen slok water. Ik zeg, neem nou heel gauw dat geld. En toen pakte hij dat geld. Ik gun jou geen slok water, zei hij nee. Tegen ja? Ja. Herakles dan? Nee, daar kan rijden. Je tranen in de ogen kreeg toch? Ja, Herakles was mooi. Dat was wel. Ik heb bij Herakles echt, ja, tuurlijk. Kijk, je ziet het hier. Kijk, met alle respect, Almelo is hartstikke leuk in de zomer en doen een beetje een terrasje is echt leuk. Echt leuk. Maar op een gegeven moment, ja, ik kijk, als je dan uit de. Waar ik heb gevoetbald, ben ik wel altijd gewoon thuis in Den Haag blijven wonen. Ik reed gewoon heen en weer. Maar ja, Almelo is 205 kilometer, was niet te doen. Dus ik moest daar wel wonen. En toen kom ik daar aan, jongen, denk ik, maar waar ben ik hier in mijn land? Wat rustig hier, wat eng. En, ja, je bent het niet gewend. Nee, je bent er niet gewend, toch? Nee. Maar achteraf heb ik een hele leuke tijd meegemaakt. Ja. Maar ja, het was net alsof je een begraafplaats op kon rijden natuurlijk, als je daar zo rustig, jongen. Ja. Om 's middags om 4 uur alle winkels dicht. Je ziet iemand, de stoplicht er gewoon uit, hè? Overal een stoplicht om 4 uur uit. Nou, dan maak je hier toch niet mee? Dus de avond door en ook, ja. Stoplichten uit. Ja, dat was het. Op een gegeven moment, kijk, dan ben je daar nieuw en dan leer je die kennen. En mijn vrouwtje woont gewoon hier. Dus je leert daar wat mensen kennen. En ik was heel veel met Hendrik Kruse, die nam me wel echt mee, weet je. Ah, ja. Kijk, dat is nog wel iemand waarvan ik zeg, daar heb ik echt super veel respect voor. Dat was zo'n leuke vent, weet je. Dat was ook gewoon een jongen van de straat. Ja. En die gewoon zelf heel goed heeft kunnen voetballen. Maar geen engert was, weet je, gewoon deed zoals hij moet zijn. Ja. En die zei tegen mij, Rick, ga dan niet hier naar Almelo, s'nachts tot 3 uur. Want de mensen, ja, hij was kind van Almelo. Ja. En dan belde ze Henry s'nachts op. En Ricky zit in het café tot 3 uur s'nachts helemaal lam liedjes te zingen aan de bar. Maar die moet morgenochtend trainen. Zou je die niet eens even komen halen?
Ja, ja? Ja, ik zweer het. Bar, biertje, ik vergeet het nooit meer. En dan zat ik in dat, ja, zo heette dat kroegje. Okay. Zat ik daar op donderdagavond helemaal lam, zat ik om 3 uur nog zak liedjes te zingen. En liep ik helemaal dronken naar huis toe, door die straat heen zingen en doen dit en dat. En dan gingen ze hem bellen, hen. Je moet even op die Rikkie, want ja, dat gaat niet goed, hij loopt hier. Kijk, en hetzelfde, kijk, ik kan niet tegen thuis zitten. Snap je? Ik ben soms altijd heel veel wakker en dan ga ik dat. Maar dan s'avonds na het eten ben ik ook weer weg. Nou, en dat allemaal. Ja, als je dan 2 keer door die stad bent gerold, dan heb je het gezien. Weet je? Het is zo klein. Kijk, en, het leeft toch? En dan zeggen ze, ja, en de meesten die gaan dan gokken doen. Nou, dat hebben we. En kijk, en ik heb de naam wel, want de mensen, je weet toch, die houden van lullen. Ja, ja, ja. Die maak je graag zwart en doen dit en dat. Dus ik ben gokverslaafd geweest en dit en dat. Dus, ja, dat moet je allemaal. Daar heb ik allemaal baat aan. Weet je, iedereen stinkt als die scheidt. Dus, Was dat zo? Had je geen gokverslaafd? Ja, dat zei ze dat ik gokverslaafd was. Okay. Dat ik al mijn geld naar het casino. Maar ik heb vrienden, daar ben ik dag en nacht mee omgegaan. 15, 20 jaar lang, die zeggen ook, ja, ik ben nog nooit naar het casino dus, met hem geweest of wat dan ook. Ja. Dus ze zeggen gewoon maar iets raars. Ja, maar dat, je weet toch, zo gaat het. Kijk, als je eenmaal, en dat wil niet zeggen heel veel succes, maar als je op tv komt af en toe, of je voetbalt, of je ziet het met jou, ja. Kijk, en dat, zo zit de Nederlandse cultuur gewoon in elkaar. Ja. Wij misgunnen een ander heel veel en we houden van andermans ellende. Is zo. Daar lachen wij om. Leedvermaak. Leedvermaak, ja, precies, zo is het. Ja. Kijk, en dat zeg, ik ben ook al... Ik ben toen een week bij Nottingham Forest geweest. Toen zat ik bij Heracles, kon ik naar Nottingham Forest toe. En zei ze, nou, kom dan een weekje kijken of je het leuk vindt. Als je ziet hoe die mensen daar met jou omgaan. Hè? Van, als je hier een bal overschiet, staan ze je uit te lachen. En daar staan ze, unlucky. Ja, weet je, come on. Alleen maar motief. Weet je, en voor die mensen daar ben je een held. Ja. Nou, hier rij je over je heen als je op apengapen legt. Ze zien hier liever dat je als een vis op het droge, dan dat je succes hebt. Want daar houden de Nederlanders van. Dat zit gewoon in iemand. Kijk hem. Ja. Weet je, dat vinden ze mooi. Ja, dat is echt zo. Ja, als je de bal in Engeland uitschiet, kom op. Ja, toch? Ja. Maar maakt niet uit, gaan ze klappen zelf. Maar ja, hier is dat heel anders, ja. Maar ja, zoals het buitenland, ja. Maar je had wel meer eruit kunnen halen, man, toch? Met jouw kwaliteiten. Kijk, wat moet je dan in? Moet je dan thuis gaan zitten piekeren van, oh, had ik maar dat? Ja, nee, is dat ook geen zo. Zin. Ik heb 2 kinderen, dat is mijn lust in mijn leven. Daarom. En ik heb heel veel fout gedaan in mijn leven. En echt waar, het is niet 1 trainer zijn schuld geweest. Het is ook niet 1 technisch directeur zijn schuld geweest. De schuld ligt bij mij. Ja. En niet bij iemand anders. Het is alleen nooit voor mij een wereld geweest. Weet je, ik heb me er gewoon nooit in kunnen... mengen van, weet je, als ik nou maar zo doe en als ik nou maar zo doe. Nee, ik leef gewoon van dag tot dag. En ik alleen, dat spelletje was voor mij mijn lust en mijn leven. Dat ik 's ochtends mijn trainingskleren uit kon trekken. Ja. En dat ik kon gaan voetballen, dat ik met die bal aan de gang kon. Dat vond ik het lekkerste. Ja, ja. En dat je ook wel eens, dan moest je dat krachthonk in. Nou, dan stonden de tranen al in mijn ogen. Ja. Ik deel nog geen 15 kilo op met dat ding. Met dat lag helemaal te beven. Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Weet je, zei ik van, hier, hè? Ja. Dan zei ik van, laat mij nou gewoon lekker buiten op die reservekeeper een beetje vrij trappen oefenen. Of wat doen. Ja. Dat vind ik niet erg. Nee. Je kan mij 's nachts bellen om te gaan voetballen. Maar om te bellen van, ga mee, gaan we lekker naar de sportschool. Gaan we niet gewichten leggen trekken. Nou, ik snap niet wat je daar aan vindt. Nee. Nee, ik vind dat niks aan. Nee. En dan zeggen ze, ja, maar het hoort erbij. En dat is ook tegenwoordig zo. Ja. Als je tegenwoordig atletisch bent, je bent snel en je bent een beetje sterk, kom je profvoetballen. Ja. Dat is toch zo? Ja, is ook zo. Als je kracht hebt, dan kom je... Als je ziet, als je ziet tegen wat voor voetballers ik heb gespeeld. Links? Nee, dit. Als je ziet tegen wat voor voetballers ik heb gespeeld, weet je? Dan denk je, ja, dat heeft toch niks met snelheid en kracht te maken? Eerlijk. Nee. De Snijder, Van der Vaart, dat waren voetballers, man. Ja. Eerlijk. Toch? Dat was toch eerlijk? Top. Lazovic, Afellaye, noem maar, Van. Wacht. Soleimani, eerlijke spelers, man. Ja. Echt. Ja, dat is echt, ja. Dat is toch zo. Kijk, en dan snap ik het. Kijk, en nu ook, en dan hoor je. Kijk, dat is altijd zo, weet je, dan ben je gestopt met voetballen. Of er zijn zeker die wat oudere garden. Ja, de voetbal gaat zo achteruit en de voetbal is zo slecht. Maar die vinden alleen maar erg goed. Ja. Die vonden, dat is toch zo? Hetzelfde als je af en toe naar die commentatoren zit te kijken op tv. Ja. Of kijk, die hebben alleen maar zichzelf goed gevonden. Ja, in onze tijd en in onze tijd en in onze tijd. In onze tijd, kom op man, toen speelden jullie met een veter in die bal. Ja, is zonder schermen mag je voetballen. Jezus Christus, toen kon je vanaf de keeper de bal pakken. Liep je naar de overkant toe. Maar het gaat nu toch allemaal veel sneller. Ja, het is toch allemaal anders? Het is helemaal veranderd. Het is toch elke generatie is gewoon een andere bepaalde manier van voetballen. Zeker weten. Ben ik helemaal met je eens. Dat is echt zo, ja. Maar dan zitten ze dat af te kraken en doen. Ik snap het wel. Het moet ook een beetje kijkers trekken natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, ja, doe gewoon normaal. Ja. Die kon niks en die kon niks. En dat is niks en dat was niks en die kon niks. Maar dat kom je weer. Dat zijn puur Nederlanders. Ja. Alles afkraken en iedereen proberen af te breken. Want dan gaan die mensen die ernaar zitten kijken op tv. En dan gaan ze op social media. Dan zegt er een wat. Nou, dan zitten er een paar van die groenzoeters. Die zitten lekker de hele dag achter de computertje op een anonieme naam. Lekker mee te praten. Ja. Oh ja, die viezerik. En oh ja, die hoerenloper. En die gokverslaafde. En die junk. Ja. Zo zit het in elkaar. Is het. Zo is het echt.
Ja jongens, ze zijn echt van die... En daarom, weet je, ik zit hier in mijn omgeving, ik heb familie om me heen en vrienden. Hier ben ik gewoon mezelf. En als ik ergens naartoe moet, zoals met die rebellen af en toe of met ergens anders, ja, dan moet je af en toe een beetje een maskertje opzetten. Ja. Het is niet anders, maar ja, weet je, want dan moet je eigenlijk een beetje anders voordoen. Want ja, je verdient er een beetje centjes mee en je doet. Ja. Wat doe je voor de rest dan nog zo? Ja, een beetje, een beetje niks. Ik heb nog CFK-pot, die hebben nog een beetje... Die van mij is al op. En mevrouw heeft een hele goede baan. Oh, netjes. Ja, die van mij ook. We zijn precies hetzelfde, jongen. Eerlijk. Het was zo nodig, want ik heb een oppotjes voor 2 uur, maar die vraagt 15 euro per uur, dus mond wel. Nee. Ik geniet op mijn manier van mijn leven, weet je. En natuurlijk, het is niet anders. Nee. Het is wat het is. Ja. Ja, zo is het. Ik ben ook nooit veel gewend geweest, snap je? Nee, ik kom uit een gezin, mijn vader is mijn lieve, mijn lust en mijn leven. Nou, mijn moedertje was allemaal wel moeilijker, maar dat gaat nu wel allemaal hartstikke goed, moet hij eraf. Ja. Dus weet je, dit is mijn omgeving. Ik hou van mijn familie en een paar vrienden om me heen en doen en dit en dat. Ik ken altijd nog 2 keer per jaar op vakantie, ik heb een lekkere auto. Ja. Ja, mijn ijskast leg elke dag vol en dat vind ik het belangrijkste. Mijn kinderen kennen pakken wat ze willen. Ja, ja. Moet dat is het belangrijkste. Dan moet je dan de rest eromheen is niet belangrijk. Nee. Miljonair worden we nooit. Ik leef wel als miljonair, maar ik ben het niet. Nee, maar het is gewoon zo. Ja. Het is niet anders. Het is zoals het is. Ja. Het is allemaal poppenkast. Die hele voetballerij is één grote poppenkast. Ja, 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 ja. En ik heb alleen, ja, je hebt er wel van kunnen profiteren en dat doe je nog steeds. Ja, ja toch, je hebt geld, centjes door verdiend, je komt bij dingen waar je normaal gesproken niet komt. Komt ja. Ja. Alleen ja, het was altijd wel een beetje nagemaakt toch? Ja, wat zeg ik ook eerlijk, ja. Als ik niet had gaan voetballen, wilde er geen mens tegen man zeggen. Nee, dat is dan bij jou toch ook? Dat is toch eerlijk? Moet ik hier recht? Ja. Ja, dat is zo, ja. Dat is zo. Het is gewoon het is een beetje een poppenkast. Ja. Oh man. We gaan lekker koffie drinken nog. Ja. Maar wel een leuke tijd gehad, hoor. Ja, dat is mooi. Zo verschrikkelijk gelachen. Dat is het enige. En dat zeg ik ook, ik speel nu bij een club in Kranenburg. Dat is waar het allemaal een beetje begonnen is. Ja. Als je dat ook ziet, dat is... Dat blijft gewoon dat is gewoon een Haags volle clubje en dan is op dinsdag nog, maar dan blijft ook die kleedkamer, joh. Of ja, je nou in de Eredivisie speelt of in de vierde klas. Het is overal hetzelfde, hè? Overal hetzelfde, het blijft altijd humor. Wat is je leukste grap? Wat is je leukste grap? Wat je gedaan hebt in het voetbal? De mooie is wel Rob Maas natuurlijk. Ja, dat, ja. Dat was wel echt lachen. Kijk, Rob Maas was echt een mooie kerel. En zo geil als een beer ook. En, maar hij had zo'n pruik. Yeah. Het was net Gert-Jan van Beek, weet je zo dat haar. Maar hij was er echt helemaal mee bezig en dan kocht hij van hele dure shampoos. Yeah. En toen had ik een keer hier uit Den Haag had ik een doosje van die stinkbommen meegenomen, weet je. En dan had een flesje shampoos, jongen, van 80 euro die gek. Yeah. Ja, nou, dat is niet te geloven. En dus ik had 2 van die stinkbommen, had ik leeg gegooid in die fles shampoo van hem. En schudde. En ik weer terug in zijn toilet als. En wij trainen. Dus na die training, ik kom binnen, ik denk ik ga snel douchen, dan ben ik al weg, weet je, ja, die gek. Maar hij staat ineens naast me onder die douche met die fles shampoo. En hij gooit de shampoo door zijn haar, maar ik sta met mijn rug naar hem toe, want mijn tranen sprongen bij mij al in mijn ogen. En dus hij gaat douchen, dus op een gegeven moment, stink jong, echt vol, dat is echt rot eieren, weet je. Vies, hè? Dus ik rij hem om en ik kijk hem zo aan en hij smeert zijn eigen helemaal in, zijn ballen, zijn alles, helemaal. Dus ik kijk hem zo aan en hij kijkt zo door die shampoo ogen, kijkt hij naar mij toe. Ja, ja. Dus ik zeg, wat stinkt hier? Hij zegt, dat is een doucheputje. Ik zeg, dat doucheputje, ik zeg, je bent niet goed, dat is een vieze shampoo voor je, die is kaas verrot. Ben je gek? Ik zeg, kijk hier, een stickertje, 80 euro die fles, dus ik pak die fles. En ik doe die fles zo alvast bij, ik weet natuurlijk al wat erin zit. Ja, ja, ja. Ik zeg, hier, ruik die fles verrot. Ken dat nou, zegt hij, hoe ken dat nou, die fles is nieuw. Het had die fysio, die had me verraaien, weet je dat? Die zegt, ja, die Rick, je hebt er wat ingedaan, dit en dat. Ja, die fysio, ja. Oh, mooi, jongen. Mooi, man. En je aanzoek, huwelijksaanzoek. Huwelijksaanzoek was mooi, bij de Rebellen op theatershow. Ja? Ja, maar dat was, kijk, dat is ook precies het leven hoe ik ben. Op donderdag zie ik ergens dat iemand gaat trouwen. En toen dacht ik van, ja, ik moet ook gaan trouwen. Niet gewoon even erover nadenken van, is alles stabiel, gaat het goed, dit en dat. En nee, hup. Maar ik heb met onze een vriendin van ons gezamenlijke vriendin een vriendenstel. Dus ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, luister, ik ga er morgen een huwelijk vragen op het podium. Ik ga nu een ring halen. Ik gelijk, wij daar koffie gedronken om de hoek bij de juwelier, verlovingsring gekocht. Mee, ja. En ik dacht daarna, ik heb Marcel gebeld. Ik zeg, Marcel, dit en dat is het geval, we doen dit en dat. Dus wij theater zo. Maar zij gaat mee. Ik zeg, ga een keertje mee. Ik zeg, zo, oké, nou, gezellig, leuk. Dus zij gaat mee. Dus ik spreek met die Massa of ik zeg, laat haar zogenaamd een boek winnen, weet je? Ja. Dus op een gegeven moment, zij zit in het publiek en bij wie nu het licht erop valt, die wint een boek. Ja, ja. Nou, licht op haar boek. Nou, helemaal zo. Ik heb een boek gewonnen. Dus ik kwam op het podium en toen ging ik op mijn knieën en toen vroeg ik daarna. Mooi. Ja. Nou, dus ik ben al 21 jaar met een beetje ups en downs. Ja. Bijna 21 jaar samen met haar, dus de moeder van mijn kinderen. 21 jaar al, hè? Ja.
20 jaar. Oh. Zijn wel 7 keer uit elkaar geweest, maar eigenlijk 4 jaar bij elkaar. Nee. Nee, maar het is mijn jeugdliefde, de liefde van mijn leven, ja, de moeder van mijn kinderen. Ja. Dus ja, het is zo. Het is zo. Ja. Mooi, hè? Mooi. Wat een gek zeg. Is de batterij leeg? Is er maar een lampje rood? Nee, joh. Al, heb je niet opgenomen. Oh. Een rondje zweetbreek, maar. Oh, gek. Je had gewoon airco ook in die auto moeten laten doen, man. Zo gewoon lekker auto, dan zonder airco. Je bent gek, joh. Huh? Nee, maar is het klaar of niet? Moet ja, doen. Klaar, klaar. Ik moet even uitdoen, ik moet even uitdoen. Kijk. John de Bibber. Nou, jongens, het was Ricky. Echt een open boek, echt een goede gozer. Ik hou van dit soort mensen. Gewoon die zichzelf zijn. En, geen blad voor de mond. Echt top. Bedankt voor het kijken weer. Abonneer even. En dan gaan we weer door naar de volgende, jongens. Bedankt. Mazzel.